Europarlementariër Sophie In 't Veld was dinsdag op Schiphol. Een belangrijk doel van haar bezoek was om zich te laten voorlichten over de security scan. We hebben een soort kennismakingsbezoek aan Schiphol, zeg maar het bedrijf Schiphol. We kijken daarbij naar de economische rol van Schiphol, maar ook naar de beveiligingskwesties. Als Europarlementariër hou ik me daar veel mee bezig, met veiligheid, maar ook met grondrechten. Dus we hebben hier net een demonstratie gekregen van de bodyscanners. De Europarlementariër maakt zich zorgen over de privacywaarborging van passagiers ten aanzien van de beelden en het opslaan van de data. Schiphol liet zien dat de beelden animaties zijn en dat deze niet opgeslagen worden. Maar wij willen vanuit het Europees Parlement natuurlijk vooral dat als die bodyscanners gebruikt worden, dat dan de privacy van de burgers echt goed gewaarborgd is. Dat wil zeggen dat je niet zeg maar echt beelden ziet van naakt. Naakte mensen. We willen ook absoluut niet dat die beelden worden opgeslagen of dat die kunnen worden verstuurd. Dus we moeten er echt absoluut zeker van zijn dat die privacy is gewaarborgd. Heeft Schiphol u op dit vlak gerustgesteld? Nou, ik denk dat Schiphol zelf geen behoefte heeft om die beelden op te slaan. Maar wat ik zie is dat er in andere landen, dat regeringen wel degelijk en lang niet altijd in het openbaar, wel opdracht geven tot het opslaan van beelden. En dat, ja, dat de luchthavens daar dan maar aan voldoen. Maar de verantwoordelijkheid ligt dus nadrukkelijk bij de overheid, bij de regering. En wij willen absolute garanties dat beelden niet kunnen en niet mogen worden opgeslagen.